In aflevering 2 van Super Mario Bros. Wonder krijgen we te maken met bullrushes. En met gekke hoppo's die alle kanten op bouncen. En houden we een spannende race met een Wiggler. Dus knal vast de duimpjes omhoog, abonneer en veel plezier met Mario Bros. Wonder. In de vorige video zag je hoe het kasteel... of Bowser... of... Kasteel Fusion Bowser. Anyway, die is weggevlogen en wij gaan achter hem aan. Prins Florian zegt, het gaat van kwaad tot erger. Moet je zien hoe die plant zich om dat huis heeft gewikkeld. Ik weet wat, laten we onze wonderzaadjes gebruiken. Die zijn buitengewoon krachtig, dus ze kunnen hier ons vast wel bij helpen. Ja, voor deze hebben we 3 wonderzaadjes nodig en ik heb er 6. Hoppakee. Ja, lekker. Lekker. Oké, nou, dan kunnen we gewoon even het huis in. Yo! Oh, kijk hoe bang die is. Hij staat helemaal te trillen. Florian vraagt of alles goed is hier binnen. Poplin was zo bang. Hij dacht dat hij ter plekke zou verwelken. Maar goed, gelukkig is de badge heel gebleven. De badge? Welke badge? Florian zegt dat ze verschillende effecten hebben. Iedereen die door het bloemenrijk reist, maakt er graag gebruik van. Hij heeft een geschenk voor mij, Poplin. Nou, dankjewel. We krijgen een nieuwe badge. Wat is dit voor gekke badge? Oh, Florian, die kaapt hem gewoon, hè. Die zegt, ik heb er altijd al 1 willen hebben. Met deze krachtkant van de badge kan ik nog beter helpen. Oh, we krijgen badge training. De parachute pet. Dan dalen we langzaam. Oké, cool. Dus zo. Oh, en dan... Wee. Oh, oké, ja, top. Ja, dit komt beter. Oh, maar dit is dus de badge die we nu hebben gekregen. Yay. Ja, en ik mis nog steeds een muntje. Nou, doei muntje. Wel handig inderdaad, die badges. En volgens mij krijgen we er dus steeds meer. Dus nu kunnen we zweven en misschien kunnen we later dan weer wat anders gaan leren. Yo, Florian. Zegt, er valt zoveel te ontdekken, maar wat is dat? Ja, daar gaat het weer fout. Daar hebben we weer wonderzaadjes voor nodig. Weet je wat, we beginnen gewoon met een bulrus. Stop voor niets. Oh, dit zijn alle badges die je kan krijgen. Ja, dat zijn inderdaad best wel veel. Nice. Oké, daar is de bulrus. Blijkbaar kan ik bij hun gewoon, ja, ik kan gewoon op z'n rug staan. Oké, bulrus. Gaan we naar de andere kant? Rennen maar, jongen. Moe. Ja, ziet er goed uit. Ziet er perfect uit. Ja. Wat gaan we hier doen dan? Hier moet ook even zo'n bulrus doorheen. Of ik moet er zelf doorheen? Oh, kijk. Daar komt hij. Ja, oké, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maakt wel uit. Misschien heb ik toch de olifantenkracht hier nodig dan. Dat is het eerste wat we laten zitten, verdorie. Daar kan ik niet zo goed tegen. Oké, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Misschien dat we een olifantenkracht krijgen. Oh, hij kan ook springen. Ze kunnen wel springen. Hoe laat ik ze springen? Oké, wat is dit allemaal voor geinige mannetjes? Oh, oké, dat was ook weer niet de bedoeling. Ja, kom maar. En dan hier springen. Ik denk dat ik ze achter me aan moet laten springen. Ik denk dat dat het is. Wow, maar dit is wel cool. Wat? Laat me met rust. Laat me met rust. Wat is dat voor... Oh, dit is een timer. Dit zijn timerblokken. Oh my god, dit dacht ik al. Dit gaat fout. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik nu hier gaan testen. Kom. Kom, rennen. Kom achter me aanspringen. Nee, waarom spring je niet? Oké, cool. Dan gaan we weer. Ik weet niet. Oh, jongens. Doe eens even rustig aan, joh. Jemig, man. Wat een stress. Wat een stress. Oh, deze heb ik nu ook niet. Oh, maar oké, die kan ik nog krijgen. Ja. Oh, die begint ook weer te springen, joh. Wat doet iedereen nou maf? Ik heb alles gemist in dit level. No. Het is toch lastiger om hem 100% te krijgen dan dat je denkt. Oké, wat is dit allemaal? Wat zijn dit voor gekke bergen? Oké, we gaan hier omhoog. Over de wolk heen. En dan... Ja, oké. Nou, we zijn in ieder geval wel hier bovenin. In een super lange staafding. We hebben maar 1 zaadje gevonden. Dat is niet best. Kan ik deze... Oh, kijk, ik kan die bomen gewoon naar beneden doen. Ja, kijk, zo moet dit. Ik dacht al, we moeten een soort van brug maken, maar ik wist niet wat de brug moest zijn. Maar goed, dit moet de brug zijn. Ja, wat ze vlot. Zo doe je dat. Oké, dit is de eerste. Kijk, hier kun je ook weer een brug van maken. Zo. Oh, daar gaan we helemaal omhoog. Niet handig dat ik eraf spring. Oké, nu blijven we erop staan. Let's go. Kijk. Oké, wat zijn dit voor gekke spookdingen? Die muntjes hoeven we niet per se allemaal te hebben. Vind ik helemaal prima. We gaan door. Ja, kijk, en hier is de tweede 10. Hartstikke idee. Maar hoe komen we nou aan de rest van die dingen die in dit level nog verstopt zitten? Nou, dat moet wel met dit ding te maken hebben. Dat moet wel. Ik denk dat het met dit ding te maken heeft, maar met die wolk. Ja, kijk, oké. Ja. Ja, hier is die. Hè. Dit was hem. Lekker. En nu hebben we wel eindelijk alles. Zo, dus net hadden we met bullrushes te maken en nu met een hoppo. Kijk, daar is een hoppo. Huh? Oh, oké.
Oké, okay, dat is best wel grappig. Dus we kunnen nu via die hoppen zo. Oké. Okay. Hallo meneeren. Doei meneeren. Oké. Dit is te grappig toch? Dit is heel grappig. Kijk, die bouncen we er dan weer overheen. Ik denk dat we even snel moeten zijn. Ja, kijk. We moeten ze gewoon allemaal meenemen. En dan kunnen we zo. Hoppakee, hierop bouncen. Ja, lachen. Lachen dit. Let's go. Ga maar. Ga maar. Ja, top. Ziet er goed uit. We maken onze. Oh, we kunnen hier naar boven. Ja. Oké. We gaan. Zo, hem gooien. En dan wordt dit een peetje. En dan. Oh, dit is wel. Oh nee. Ah. Ik ben net niet hoog genoeg. Kom op. Waarom ben ik zo? Oké, ja, nu ben ik te laat. Maar ja, ik denk dat we toch wel hebben wat ik nodig heb, hoop ik. Ja, top. En dan hier. Ja. Oh, kijk, dit is weer zo'n bounce blokje. Moet ik die dan gewoon omhoog houden? Ja, oké, dit gebeurt er dus van die blokjes. Oké, duidelijk. Kan ik hem vastpakken? Ja, en dan zo omhoog gooien? Ja, en dan begint hij te rollen. Top. En dan kan ik hier... Ja, dit blokje daar tegenaan. En dan... Ja, kijk, hoppa. Dit is lekker. We hebben in ieder geval alle muntjes te pakken. En we hebben hier de wonderbloem. Wel vet. Elke wereld heeft dus duidelijk zo'n wonderbloem. We hebben even gebounced. Oké, ja. Oh nee, niet klem komen te zitten. Daarboven is de wonderbloem die we moeten pakken. Hoe kom ik daarop? Oh ja, ik ben. Nu ga ik hem pakken. Ja! Daar was het wonderzaadje. Oh, dit was wel weer grappig hoor, hé. Het was niet eens makkelijk. Het zag er een beetje klunky uit en dan was het ook wel. Het was ook wel moeilijk. Let's go! Wat ziek idee! En dan krijgen we nu de tweede wonderbloem. Ik denk, zou je die wonderbloemen krijgen als je zeg maar boven in de paal komt? Gelukkig hebben we dit level wel in één keer gehaald. Nice. Dit is een tussendoortje, de wondermuntmuziek. Oh. Ja? Oh, we moeten gewoon al deze bloemetjes pakken. Oh, dit muziekje is echt van vroeger. Lachen. Leuk. We hebben ze al. Oh ja, dit ging soepel. Nice. Hoppakee, weer een wonderzaadje te pakken. Hier is er nog één. Tussendoortje, zonder te stoppen. Wie sprint, die wint. Oké, is goed. Deze aanzetten en dan rennen als een malle. Let's go! Ja, oké, dit was ook wel easy. Dit zijn gewoon makkelijke bonuszaadjes, lekker. Die hebben we ook binnen. Ik wil weten wat jij hier doet. Ja, je hebt zeker die dingen te kopen. Ja, ik ga sowieso dit wonderzaadje kopen. We moeten alle wonderzaadjes hebben, dus die nemen we. En wat is dit bord dan? Het is een verrassingsbord. Oh, zijn dit collectibles? Ja, kijk, oké, we hebben iets voor de Urk en de Mario gevonden. Oh, we kunnen er heel veel kopen. Ja, ik weet niet of dat slim is. Nee, ik kom later nog wel een keertje bij je terug. Want ik bedoel, ik ga niet al mijn geld uitgeven. Hier kan je samen spelen via online. Ja, ga ik nu niet doen. Want ik wil dit level gaan doen. Daar hebben we 10 wonderbloemen voor nodig. Wat ziek idee. De Wiggler race over berg en dal. Ja, dit vind ik lachen. Hier hou ik van. Wigglers zijn fantastisch, jongens. Moet ik met jou racen? Ja, ik moet eerder finishen dan de Wiggler. Oké, let's go, Mario. Neem een aanloopje. Oh, net niet gelukt. De Wiggler die gaat er gelijk vandoor, jongen. Oké, ik ben sneller. Ik ben sneller dan jij. Ploep. Lekker. Zijn hier dan ook nog muntjes te vinden en zo? Oké, Wiggler komt terug. Wiggler komt terug. Oh, niet te ver terugkomen, jongen. Dat is niet de bedoeling. Bovenlangs? Weer bovenlangs? Ja, we gaan wel hard. Ik ga wel lekker. Ik ga heel hard bovenlangs. Ja, we hebben een voorsprong. Ik ben nu niet meer bovenlangs. Ik ben nu onderlangs, maar dat maakt niet uit. Oh, hij gaat zeker van die gekke dingen schieten op mijn hoofd. Wiggler komt weer terug. Wiggler, laat me met rust. Oh, ik kan daar ook aan sliden. Dit is nice. Oké, ja. Nee. Oh, nee. Oh, ik ging zo lekker bovenlangs. Nu, ik was gevallen. Oké, cool. Oké, door. Ah, die Wiggler komt weer terug. Wat is dit? Ik heb gewonnen. Ja. Hoppakee, onder een minuut. Lekker. En dankjewel Wiggler, dat je wel even zo'n wonderzaadje kon brengen. Haha, dankjewel. Dit was ook weer een leuk level, man. Florian die zegt, ja, het is gelukt. We hebben een Wiggler race gewonnen. Een traditionele activiteit in het Bloemenrijk. En de Wiggler die gaf ons een super start badge. Daarmee begin je elk level alsof je een super paddenstoel hebt. Oh, dat lijkt me lachen. En met deze Wiggler race zijn we aan het einde gekomen van aflevering 2. Wil je aflevering 3 zien? Doe een duimpje omhoog en abonneer. Mazzel!